Daarnaast willen we graag deze week wat aandacht hebben voor het schoonmaken en hoe wij dat daarmee omgaan. Niet om te volledig te zijn, maar wel om wat tips en handvaten aan te reiken voor de telers die ook dit aanstaande hebben. Het begint altijd met de eerste stap van schoonmaken is altijd het maken van een plan. Dus zorgen dat je een stappenplan hebt waar je aan moet houden om te zorgen dat het uiteindelijk goed uitgevoerd wordt. En ook de medewerkers die erbij betrokken zijn te instrueren omdat iedereen bewust is van dat ze aan dat plan moeten houden. En dan de eerste stap is het oude gewas verwijderen. Maar niet alleen het oude gewas, maar ook de steenbol en de grote folie en het gereedschap en de trolleys en de wagens, de karretjes die je gebruikt om alles uit de kast te halen. De volgende stap is het schoonmaken. Nou, dat schoonmaken wil dus zeggen letterlijk met een sopje de groeibuizen poetsen. Zorgen dat ieder stukje organisch materiaal verwijderd wordt uit de kast. Dat betekent ook meerdere keren de vloer vegen als je niet het doek gaat vervangen. We zorgen dat in ieder geval dat ieder stukje organisch verwijderd is uit de kast. Ook de opstanden van de kast wassen we. De volgende stap is het schoonspuiten en belangrijk daarbij is om van boven naar beneden te werken. En dat betekent dus het eerste dek schoonspuiten met een klein beetje inspuiten met fluor en daarna afspuiten met grof water. Om te zorgen dat het het vuil oplost en netjes eraf spoelt. Niet te lang laten inwerken omdat het anders gaat etsen. En wij hebben insectengaas dit jaar en dat moet je juist weer schoonspuiten van binnen naar buiten. Dus dan moet het lucht wagenwijd open. Het dek schoonmaken aan de buitenkant, dat is de laatste stap van wat betreft het dek. En verder werk je dan naar beneden toe, de grote schoonspuiten en zo verder. Na het schoonspuiten komt het ontsmetten. En dat doen we hier in de kast met peroxide. En de karren ontsmetten we met veerkorn en het gereedschap ook. Mesjes en schaartjes gooien we uiteraard weg en die vervangen we voor nieuwe. Na het ontsmetten komt de stap van het opbouwen. En het opbouwen is belangrijk dat je altijd van schoon naar vuil werkt. Dus de mensen die in de schone kast werken, hebben die dag nooit in een vuile kast gewerkt. En dan blijft er nog één ding over. Hoe gaan we om met insecten? Nou, dit jaar is de druk zo laag bij ons dat we besloten hebben om biologisch te starten. Dus we hebben geen ruimtebehandeling gedaan tegen insecten. Maar we gaan direct inzetten met biologische bestrijders. Dus we hebben dit jaar een optimaal biologische teelt. Tot zover de tips en tricks van het schoonmaken en weer opbouwen. En ik zou zeggen, wie daar ook mee aan de gang gaat, succes!